In het weekend zit het gezin gezellig met z'n allen op de bank. Met een hapje en een drankje zitten ze klaar voor hun favoriete serie. Terwijl iedereen met volle aandacht naar de serie zit te kijken, zien ze vanuit hun ooghoeken steeds wat beweging. Bobby zit om de minuut te krabben en dat gaat een tijdje zo door. De jongen gaat eens bij Bobby kijken om te zien wat er aan de hand is. Waar hij steeds zit te krabben, ziet hij een geïrriteerde huid en hij ziet donkere puntjes. Bobby heeft last van vlooien. Vrouwenvlooien leggen hun eitjes op jouw huisdier en deze kunnen op de grond vallen. Zo is het dus aannemelijk dat deze terechtkomen in de mand van jouw huisdier, op het vloerkleed, in bed of in de auto. Vervolgens kunnen ze eenvoudig overgedragen worden aan andere huisdieren. Het is dus verstandig om snel te reageren en actie te ondernemen voordat het een plaag wordt. Een spray doet al wonderen. Het is slim om een half uur voor het sprayen even te stofzuigen. De trillingen lokken de vlooien uit hun cocon, waardoor ze de aanval met de vlooienspray niet overleven. Daarnaast zorgt stofzuigen en dweilen voor het opruimen van larven en eitjes en is er ook minder materiaal om een cocon van te bouwen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Behandel je huisdier preventief, zodat je de vlooien geen kans biedt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Advantage hond of kat. Door middel van het pipetje zorg je ervoor dat ze jouw huisdier geen fijne verblijfplaats zullen vinden. Mooi, vrij van vlooien.